Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op woensdagmiddag 20 maart. Een hoogdrukgebied ligt er boven Europa, een Krachtig hoge drukgebied dat zich helemaal uitstrekt vanaf de Azoren richting Oost-Europa. En dat hoog zorgt voor heel rustig weer in het grootste deel van Europa. En in een groot deel van Europa ook voor flinke zonnige perioden. Maar dat is niet het geval in Nederland, want wij hebben te maken met een westelijke stroming. En met die westelijke stroming worden wolkenvelden aangevoerd. En dat zorgt toch voor een vrij grijs weerbeeld op de meeste plaatsen. Morgen en overmorgen hebben we wel het idee dat de zon wat vaker gaat doorbreken. Met name in het zuiden van het land. Maar in het westen en noorden blijft bewolking waarschijnlijk toch wel overheersen. In het weekeinde komt er een nieuwe cel van hoge drukgebied op de kaart. En die trekt langzaam maar zeker richting Groot-Brittannië. En vanaf zaterdag moeten we er rekening mee gaan houden dat de stroming meer noordwestelijk gaat worden. Ook zondag is dat het geval. Dat betekent dat de aangevoerde lucht kouder gaat worden. Vrijdag kan het lokaal in het zuiden 18 graden worden. Dat wordt de warmste dag van de week. Maar zaterdag wordt het weer maximaal 10 of 11 graden, omdat dan dus die frissere lucht wordt aangevoerd. Ja, momenteel dus veel bewolking boven Nederland. Ga je meer naar het zuiden, dan is het stralend weer. Ook de Alpen zijn prima te zien. Nauwelijks bewolking aanwezig. Maar goed, hier in Nederland dus wel die wolkenvelden. Op de Noordzee zitten wel wat opklaringen. Die komen ook wel wat dichterbij. Maar of dat ook nog echt tot wat zonnige perioden gaat leiden, dat is maar de vraag. Ik denk dat ze te laat komen. Vanavond en vannacht is de kans op wat opklaringen groter temperatuur ligt vanavond zo tussen de 8 en de 9 graden. En verder staat er een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Het wordt in de loop van de avond wat nevelig. Vannacht kan er misschien ook nog wel hier en daar een mistbank ontstaan. En morgenochtend ja, dan beginnen we toch wel weer op de meeste plaatsen grijs. De temperatuur loopt in de loop van de dag op naar zo'n 11 graden in het noordwesten. Tot 16 graden in het zuidoosten van het land. En dat komt omdat in het zuidoosten en oosten de zon vaker gaat doorbreken. Zoals we zegt in het noorden en westen, ja, daar blijft toch wel die bewolking overheersen. Ook morgen nog een matige zuidwestenwind. Vrijdag gaat de temperatuur nog wat verder omhoog. En ik denk dat dat op de meeste plaats gewoon een hele aardige dag gaat worden. In de ochtend is er hier en daar nog wel wat mist, maar naarmate de dag voort, breekt de zon steeds beter door. En smiddags wordt het dan 14 tot 18 graden. Maar ja, dan gaat die wind dus naar het noordwesten draaien. En dat merken we in het weekeinde. Temperatuur komt niet veel hoger dan 10 tot 12 graden. En zoals gezegd, die Noordwestenwind die komt er te staan, die wordt overwegend matig. Op zaterdag zou er zelfs nog een enkel buitje kunnen vallen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.